Goedemorgen, of het is alweer middag. Het is donderdag en we zijn op het strand. En ik ben even op de rotsen, want ik wilde even een leuk fotootje maken. Dat heb ik gedaan. Dus ik ga nu lekker weer terug naar het bedje toe. Daar. En dan gaan we lekker het water in en lekker zonnen. De stranddag vandaag. En het is vandaag vrijdag. En ik had echt verwacht dat het veel drukker zou zijn omdat het nu weekend is. Maar dat valt nog best wel mee. En hier heb ik dan even snel een fotootje gemaakt. En kijk hoe leuk. Deze tas hebben wij eergisteren op de avondmarkt gekocht. Met frisuren op, omdat dat onze plek is waar we eigenlijk altijd komen. Dus helemaal op 6 daar even een leuk fotootje meegemaakt. En nu weer terug naar de bedjes om het zwembad in, of het water in te gaan. Zo, we zijn net terug van een middagje lekker strand. Of nou ja, middagje. Het is toch al bijna 8 uur. We zijn lekker aan het koken. Salade gaan we eten. Komkommer, tomaat, feta. Chipolata worstjes en wat brood, burrata met tomaat. Heel lekker. Alleen mis ik basilico, azijn. Maar ja, dat is niet echt nodig om te kopen, want zo vaak eet het nou ook weer niet. Want het is weekend, dus we gaan dan niet naar het strand, want dan is het veel te druk. Maar volgens mij gaan we morgen of overmorgen naar een stadje hier dichtbij. Geen idee, daar hebben we van alles gevonden wat ze leuk vond hier in de omgeving. Dus dat gaan we volgens mij morgen doen. En ik ga zo even onder de douche. Want je bent altijd zo plakkig naar het strand. Van dat zeezout. Ook al ga je douchen. Alsof de wind dan zo dat zeezout op je blaast. En je vindt je erg smerig. We zijn net naar Decathlon geweest. Want we hebben een nieuwe parasol gekocht. Want één parasol dat is echt. Die hangt een beetje zo. Dus die blijft hier. En dan hebben we een nieuwe parasol gekocht. Want die oude die we hadden. Die was opgegeten. En stonk echt naar de muizen, omdat de caravan waar die staat op een boerderijtje, daar is blijkbaar een muizenplaag. Dus die caravan zat helemaal onder. En die parasolen hebben we dus, of parasols hebben we dus weg moeten groen. En we hebben daar nooit nieuwe voor gekocht. Dus we hebben nu een nieuwe. En dan kan diegene die zo een beetje zo raar doet, die kan dan weg. En dan kunnen we die maandag waarschijnlijk, als we weer naar het strand gaan, even uittesten en kijken wat we daarvan vinden. Het is nu zaterdag en ik en papa gaan even hier bij deze oud Sjan boodschapjes doen. Dat is echt nog niet eens 5 minuten van de camping vandaan. Maar hier zijn we dus nog niet geweest. En ja, we hebben gewoon even wat essentials nodig. Wat water, wat melk, pasta, vlees, dat soort dingetjes. Vandaag gewoon een paar dagen. Dit is mijn outfit. Ik zat helemaal nergens op. Ik heb maar gewoon wat aangetrokken. Het is veel te warm. Het is wel fijn dat het een beetje overbedekt is, hè? Ja. Maar het is niet zo warm. Zo, we hebben net boodschapjes gedaan. Echt een paar dingetjes. Papa is nu het karretje aan het wegbrengen en even wat pijnstillers aan het halen voor mama. Want die heeft een oorontsteker waar je u tegen zegt. Het is zo zielig. Ze kan gewoon iets meer kauwen van de pijn. En bij de supermarkt hadden ze dat niet. Dus hij is naar de farmacie die ernaast zit. Waar we gisteren ook pijnstillers hadden gehaald. Maar het is niet genoeg. Want ze kan dus echt helemaal niks. Dus dat is hij nu even aan het halen. En dan gaan we weer terug naar de camping. Lekker middageten alweer bijna. Dat we echt net hebben ontbeten. En hun hebben maar lekker een croissantje gehaald. En ik en Laura gaan denk ik lekker aan de Griekse yoghurt. Ook super lekker. En ik moet hier eventjes stilstaan, want ja, ik kan de parkeerterrein nog niet af, want papa is er nog niet. En mijn camera is again leeg en ik weet niet of ik hem heb opgeladen op de andere batterij. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag gaan doen. Vandaag is dus weer een dagje dat we eigenlijk helemaal niks uitvoeren. Maar dat is normaal voor in het weekend, want het weekend is altijd hartstikke druk overal. Want dan gaat iedereen weg en dan is er geen parkeerplek of wat dan ook. Dus dan blijven we altijd bij de camping en moeten ons daar vermaken. Maar goed, daar hebben we ook gewoon een zwembad en spelletjes die we kunnen doen, et cetera. Dus dat komt helemaal goed. Vandaag is zondag en wij gaan lekker op stap naar een plaatje dat heet... Hoe spreek je dat uit? Ezze. Ezze. Het is EZE. Laten we al dat op gevonden. Dus daar gaan we heen. En heel waarschijnlijk rijden we dan ook eventjes door naar Monaco. Wat we vorige keer hadden doen. We moeten wel t-shirts kopen voor jullie. Oh, ja, want we mogen dus nu niet met dit de kerk. Of is de kerk? Kerkhof of
Nee, het paleis. Het paleis van Monaco mag jou niet in, want je hebt bent bloot. Nee, niet op. Erin, erop. Erop. Op de berg. En ik heb ook, ben helemaal open. Ik heb trouwens dit laatst gekocht bij de avondmarkt. En ik heb daaronder het hele leuke broekje aan van de Sena. Met gewoon slippertjes. Het is super warm. Ik heb een make-up gedaan, maar... Ik denk dat helpt echt niet. Maar goed, we gaan dus naar een heel leuk stadje dat dus EZE heet. En geen idee, we zijn er nog nooit geweest. Dus het is weer iets nieuws om te doen. En ja, dus ik ga jullie vandaag lekker meenemen in wat we allemaal gaan zien en wat we allemaal gaan doen. Want voor ons is het ook nog een beetje surprise. We hebben daar een zonnebrillen mee. Ja, die liggen hier. Oh, top. We zijn aangekomen in Monaco. Dus we gaan nu naar boven. We zijn geparkeerd in een parkeergarage. Nu gaan we naar boven. Monaco parking. We will see, we will see. Kijk even hoe prachtig dit eruit ziet. We zijn dus nu zeg maar nog in de parkeergarage hierboven. En als je hier dus naar buiten loopt, dan is dit dus het uitzicht. Het is toch mooi? Mooi! Dit is toch prachtig? Oh, wow. Ik denk dat dit dus het paleis is, maar ik zou het niet zeker weten. Kijk even. Ja, dit is toch een plaatje. Besef, dit is pas de buitenkant van Monaco. Ik dacht dus dat het paleis was, maar dat is dus het museum van Monaco, waar we nu staan. En wat ik dus ook net filmde, is dus de achterkant van het museum. Maar daar hoeven wij niet per se in, toch? Bueno, a ver, por favor. Het is ook heel groot. We zijn net even de kerk in geweest. We hebben deze twee munten. Dit achterste weet ik niet wat het is, maar dit is dus de kerk. En dan heb je hier de Notre-Dame van Monaco. En op de andere kant staat bij deze hetzelfde. Dus de achterkanten zijn hetzelfde. En de voorkant dus alle anders. Maar dit verzamelt mama altijd wel. Dat vindt ze altijd leuk om te halen. Dus we hebben de kerk, of de kathedraal van Monaco. En de Notre-Dame van Monaco. Dit is dus het paleis van Monaco. En zo te zien is hij thuis, want de vlag hangt uit. En ik weet niet waar je naar binnen kan en of je naar binnen kan, omdat hij dus nu thuis is. Maar dit is dus wel het paleis. Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar het ziet er wel, het is wel echt een plaatje, hè? En dan heb je hier nog allemaal... Daarop gaan staan. Oh, gaan zwaaien. En dan heb je hier nog allemaal winkeltjes met, nou ja, van alles met Monaco erop. Obviously, allemaal souvenirtjes en zo. Gewoon zo. Nu kijk je dus over op Monaco. En hier reden we nou net. En dat is dus ook het circuit gelijk. En je hebt daar een zwembad in de haven. Ja. We zijn dus nu bij Font Filly. Dat, ik weet niet hoe het uitspreekt. En we kijken dus nu uit op het appartementencomplex van Max Verstappen. Of in ieder geval, Max Verstappen woont in dit stukje hier. Want dit is dus de duurste wijk van Monaco. En dat is dus dit stukje hier. Dat moeten we zo meteen doen. We lopen dus nu, we zouden naar de McDonald's gaan om daar af te spreken om nog een beetje verder te zien. Maar we hebben eigenlijk ja, het grote gedeelte al een beetje gezien. Ja, dus we gaan nu richting de auto lopen. Hun zit al in de auto, papa en mama. Want die moest met de rolstoel weer ergens anders lopen. En dan gaan we naar Eze, waar we eigenlijk ook naartoe zouden gaan. En dan gaan we daar waarschijnlijk wat eten of we doen wat in de auto, want we hebben ook brood gehaald. Dus we lopen nu ergens naartoe om hun zeg maar te meeten. Maar we moeten snel instappen, want als je hier één keer stilstaat, dan krijg je gelijk een ticket. Want we zagen net ook al een man die een ticket kreeg. Dus dat is ook echt niet... In Monaco mag je helemaal niks. We zijn nu bij Menton. Dat is een stadje vlak voorbij Monaco. We hebben nu even een broodje gegeten in het park hier. En we wilden eerst eigenlijk de oude stad in om en ook wat te eten. Alleen alles is hier dicht, want het is zondag. Dus we gaan nu naar Eze toe, wat in eerste instantie de eerste planning was om te bezoeken. Dus we gaan nu de auto in en dan gaan we weer helemaal terug richting waar we vandaan komen. En dan komen we langs Eze en dan gaan we daar. Want het is het eigenlijk, dat Eze ligt tussen Monaco in en Nice. Ja, Monaco is ook al... Dit is verder, want dit is na Monaco. Ja, dit is Menton. Dus we gaan eerst langs Monaco. Dus we gaan nu weer terug via Monaco naar Eze. Nee,
Dan Nice heb je en dan heb je... Dan heb je waar wij zitten, tussen Nice en Antibes zitten wij dan weer in. Dus we gaan nu richting Ezen. We zijn nu in Ezen, maar ik moet nog even kijken hoe en wat waar. Maar we zijn nu net geparkeerd, dus we gaan gewoon even, denk ik, even rondkijken. Kijken of het echt wat is. En anders gaan we gewoon lekker weer door naar de camping. Maar tot nu toe is het een beetje allemaal dicht en natuurlijk zondag. Dus we gaan eventjes kijken of we hier iets leuks vinden of zo om te bekijken of wat dan ook. We zijn bij dit dingetje gestopt op de berg omhoog. En we hebben even een ijsje gehaald, een lekker citroenijsje. Kijk hoe leuk, dit is dus Ezen. Dan kan je dus helemaal naar boven lopen. En dan loop je hier dus allemaal langs. Heel nauw straatje. Dan kan je helemaal naar boven. Ik loop even naar boven om te kijken wat daar is. Maar het ziet er heel schattig uit. Kijk hoe cute dit is. Het is echt niet te doen. Het is zo warm. Zo getreden. Maar het ziet er wel heel schattig uit. Gisteren helemaal niet meer gefilmd nadat wij weg zijn geweest de hele dag. Ik wil eigenlijk gisteravond ook nog laten zien wat mama had gekocht. Mama heeft een hele leuke trui van Monaco gekocht. Alleen toen we thuis kwamen had ik gewoon geen zin meer. Ik was bezweet. Ik vond het gewoon niet meer leuk. Want toen ik thuis kwam, mijn hele gezicht was ook zo vies. Het leek net alsof er gewoon viezigheid op mijn gezicht zat. Zo smerig, zo ranzig voelde ik. Dus ik heb ook, ben gelijk ook gewoon onder de douche gesprongen. Ik heb mijn haar gewassen. Het was 37 graden. Het was gewoon helemaal de week bij wijze van spreken. Het was echt niet heel. En we hebben echt van alles lopen te klimmen en doen. Dus toen ben ik gaan douchen. Toen heb ik zijn gaan eten. En toen ben ik eigenlijk gewoon mijn bed ingegaan. We zijn nu weer lekker op het strand. En ik had vanochtend, of gisteravond wilde ik eigenlijk voor UGC nog wat content opnemen. Alleen het was niet meer echt licht buiten. Dus ik heb het op mijn gezicht gesmeerd. En ik heb een beetje bruine vlekken ervan. Dus ik heb het zoveel mogelijk proberen af te halen. Maar ik moet er hoe dan ook content van maken. Dus ik moet het vanavond gewoon weer op mijn gezicht smeren. Ik heb mijn haar even leuk gedaan. Met vlechtjes. Want ik wil zo meteen ook nog een fotootje maken. En ik dacht, nou dat is leuk. Weer een haarstijl wat anders. Ik heb mijn oorbelletjes erin. En ik wilde zeggen, als je de vlog van gisteren, zeg maar de dag van gisteren bedoel ik, dat heb ik helemaal op TikTok opgenomen. Ik weet niet of ik je al heb gepost, maar je moet me sowieso dan eventjes volgen op TikTok. Nou ja, als je dit ziet dan is het al lang gepost, by the way. Maar daar kan je alles zien. En voor mijn foto's moet je me even volgen op Instagram, want daar post ik echt bij elke dag iets van deze vakantie. Dus dat moet je zeker ook eventjes doen. En dan ga ik nu het water in, want het is heel warm. En ik heb het een beetje warm, dus ik ga eventjes afkoelen in het water nu. We zijn nou, Dominique, kom op. Terug van het strand. Kom op, Dominique, trekken. En we hebben net... Oh, jij mag mensen doen, niet ik. En we hebben net verse kip gehaald. En patatje zit in de airfryer, maar dat airfryertje is zo klein dat het nog wel eventjes duurt. 10 uur. En ik had dus gezegd net dat ik dus die tanning op had gedaan. En het zit dus helemaal tussen mijn vingers en alles. Dus als ik zo onder de douche sta, dan moet ik het echt heel goed scrubben. Anders gaat het niet af. En morgen moet ik dat dus weer opnieuw doen voor de YouTube video. Ja, sorry voor het geluid. Dit is de airco in de caravan. Ik heb dus mijn haar helemaal leuk ingevlecht. Of nou ja, alleen hierboven had ik dat gedaan. Maar nu krijg je het elastiekje er niet uit. En ik wil heel graag douchen, want... Het is wel echt 11 uur geweest. Ik had net na het eten hadden lekker frietjes gegeten met kip. En ik was dus een heel klein boekje begonnen, omdat dat het enige boek was wat we nog over hadden. Nou, dat heb ik net uitgelezen. En mama heeft toch maar Storytel voor me aangemaakt. Want dan kan ik verder met de Colleen Hoover collectie. Alleen mijn internet is voor vandaag alweer op. En het boek wat ik wilde downloaden, dat heb ik dus als laatste gedownload, wat ik nu wilde lezen. Dus nu moet ik wachten tot morgen. Dus ik ga nu gewoon lekker douchen. En ik denk dat ik mijn haar ga wassen, want ja, dit kan natuurlijk niet. Dit ziet er echt niet uit. En dan ga ik gewoon lekker mijn nest in. En dan morgen is het wasdag. Oh my god, ik word altijd zo gek van mijn dingen. Ik trek
altijd mijn hele haar eruit. Maar morgen is het dus wasdag. En dan gaan we dus wassen. Nou, dat kan echt niet. Dus dat wordt morgen een dagje op de camping. En het is ook natuurlijk ook dinsdag morgen. Dus dat betekent... De enkel is dat engeling, hè? Dus dat betekent ook dat papa gewoon rustig moet werken. Dat betekent dat Laura dus ook gewoon lekker gaat leren. En dat ik waarschijnlijk gewoon lekker een boek ga lezen. En misschien wel dat bij het zwembad gaat doen in de zon. Want ik wil natuurlijk wel nog even de laatste anderhalve week dat we hier zitten lekker bruin worden. Vandaag heb ik ook heerlijk gebad bij het strand. Maar nu ga ik echt even de douche onder. Want sorry, ik denk dat iedereen zich gewoon doodschikt als ik dit zo naar buiten kom nu. Dus altijd even een kleine update. Ik had natuurlijk gezegd dat ik alleen zou filmen als er leuke dingen zouden gebeuren. En ik had natuurlijk ook al gezegd dat wij hier veel lekker aan het niks doen zijn. Dus ja, dan ga ik het ook niet elke keer filmen. Want het is echt niet interessant wat ik elke keer als ontbijt eet. Het is ook hetzelfde bij wijze van spreken. Dus ik hoop dat dit soort van nog wel leuk is om naar te kijken. En ik moet me ook weer een beetje de draaien vinden, moet ik eerlijk zeggen. Dus I'm sorry voor als het niet leuk is. I'm trying my best. Maar we doen dus ook gewoon echt niet veel. Ik kan gewoon niet van mijn haar afblijven. But I will try. Ik denk dat ik morgen dus ook even een stukje ga editen. Want dan hoef ik dat niet te doen als ik thuis kom in Nederland weer. En dan kan ik het gewoon uploaden. En ik denk dat ik het ook gewoon in één keer achter elkaar... Nou, niet in één keer allemaal achter elkaar. Maar niet elke week ertussen. Want dan ben ik al, snap je? Dan ben ik alweer een maand verder in Nederland. En ik wil eigenlijk het vloggen wel weer oppakken in Nederland. Dus dat ik het gewoon om de twee dagen... deze vakantievlogs post of upload. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde delen voor nu. Ik ga nu lekker douchen, want ik wil graag douchen. Ik wil dit graag wassen. Kan ik blijven staan? Nee, jammer. Het is vandaag dinsdag en that means wash day. Ik had gisteren hele leuke vlechtjes in mijn haar gedaan. En dat is opgedroogd als beach waves. Hoe cute. En ik zal zo even laten zien hoe de wasseretten eruit ziet. Want die is laat een portemonnee meenemen om te betalen bij de wasseretten. Die is heel schattig, want die heeft allemaal zwart-witte vloeren en zo. En we gaan nog eventjes boodschapjes doen. Want donderdag is het de 15 augustus en dan is er een nationale feestdag en is alles dicht. En dat zou eigenlijk onze boodschappendag zijn. Dus we gaan zo meteen ook gelijk eventjes boodschapjes doen. Zodat we vrijdag pas weer boodschappen hoeven te doen. En dat is de was die we vandaag moeten doen. Melk. Zo, echt ernstig melk. Staat hier al op het lijstje. Echt ernstig. Geen zin in nou die... Oh, die airco zit in de auto. Even kijken. Dat is nog iets. Ik heb ook een hele boodschappenlijstje gemaakt. Melk. Gripzakjes. Ja, die heb ik opgeschreven. Dus we gaan nu richting de wasseretten. En daar tegenover zit dus gelukkig de winkel. Dus we kunnen, terwijl dat de was draait, kunnen wij eventjes snel boodschapjes doen. Terwijl dat de was draait, zijn ik dus even in de supermarkt van Leclerc om even wat boodschapjes te doen. Het enige wat ik nu nog zoek is gras, eieren, spek en melk. Maar spek kan ik niet vinden, dus ik denk dat ik dat overlaat aan als we terug gaan dat mama nog even mee komt naar binnen. Want ik wil het gewoon niet vragen. Dus nu heb ik de laatste dingetjes en dan kunnen we weer terug naar mama toe. Nee, we hebben nog melk nodig. Kom, Zena, we gaan door. We hebben melk. We gaan onderweg naar de melk. Ik wil nog even laten zien hoe de wasseret eruit ziet. Kijk even hoe leuk. Even allemaal van die zwarte tegels. Een roze aankleding met allemaal leuke wasdingen aan de was. Nou, heb je hier ook twee grote drogers waar al onze spullen in zitten. En dan heb je hier kleine wasmachines. Een middelmatige en een hele grote. Kijk hoe leuk het allemaal versierd is. Zo schattig. Dan kan je hier spulletjes kopen, maar dat hebben wij allemaal zelf. En dan kan je hier de machine intikken en dan betalen. Want ze hebben allemaal nummertjes erboven. Maar dit is toch een leuke wasseret, hè? Met paars en zwart-wit hemelijk. We zijn in een plekje dat heet Courdon. En daar zijn we een aantal jaar geleden ook geweest. Nu zijn we er net aangekomen en lopen even naar boven. Dan kan ik boven lezen hoe het eruit ziet. Het gaat sowieso echt met een stelding omhoog. Mama zit natuurlijk in de rolstoel, dus dat moet je dan helemaal naar boven duwen. En een aantal jaar geleden waren we hier aan de rechterkant, linkerkant geparkeerd.
Nu staan we daar met de rode auto. En dan kon je uitkijken op een soort van valleitje. En hierboven heb je dan het hele stadje. Nou, dit is dan de binnenstad. Zeg maar, of het binnenpleintje. Hoe schattig. Met allemaal kleine winkeltjes. We zijn nu weer ergens heel erg anders. We zijn nu opeens Indisch. Want we waren... Oh god, ik weet niet meer hoe het heette. Nou, in ieder geval, we waren daar weer al rondgelopen. Even wat leuke magneetjes gekocht voor op de koelkast. We waren daar op zoek naar wat olie, maar dat hadden ze niet. Dus we hebben doorgereden naar Nice hier, waar we vorige keer ook schoenen hadden gekocht en zo. We zijn nu even in de Carrefour het eten halen. Dan gaan we hier gewoon lekker rondslenteren, want het is echt bloedheet buiten. En het is ook een keertje ook lekker om eventjes binnen in de koelte te zitten. Dus dat gaan we even doen. We gaan nu even wat eten fixen, want iedereen heeft echt super veel honger. Ik wil nog even mijn outfit laten zien. Het hele leuke toppie met een skort. En mijn slippertjes aan. En ik heb een keer een haarbandje in. En ik hier ook wat andere oorbelletjes in. Dus helemaal leuk. Het is echt ugly dat mijn nagels dood zijn. Ik ga even snel een broodje fixen, want ik heb echt honger en ik heb zin in iets lekkers. Voordat zij alweer bij de kassa staan. En vergeet voor mij wat mee te nemen. You never know. Ik was even afgeleid door de make-up afdeling hier. Ze hebben hier heel veel leuke dingetjes. Kijk deze. Deze zijn zo lekker. Je hebt deze gepakt. Ja, maar dan maar ik heb liever deze, moet je eerlijk zeggen. Deze veel lekkerder. Nu heb je pek. Nee, ik wil deze. Dit is zo lekker. Ik had eigenlijk gehoopt dat we een lekker broodje hebben leeg, maar dat hebben ze hier niet. Dus ik heb voor kaasdingetjes gekozen. En koffie. Wij zijn al een tijdje terug. En mag geen water vatten. Ik heb eventjes gedoucht. En het gaat dus vannacht, of in ieder geval morgen, zeggen ze, gaat het regenen. En niet zo'n klein beetje. Ook volgens mij zag ik net ook een bliksemschicht. Maar ik weet het niet zeker. Of het was echt iemand die heel veel licht... Nee, je hoort het. Als je goed luistert, hoor je ook altijd doorheen dat donder. Ja. Dus dat was wel bliksem. Dat betekent niet dat het komt, hè? En we zijn natuurlijk vandaag de hele dag weg geweest. Ik heb nog niks gekocht. Maar ik heb wel alles in mijn mandje zitten in van de H&M en dingen. Mama heeft wel wat gekocht. Die heeft een leuke jurk bij de H&M gekocht. Laura heeft een broekje daarbij gekocht. Want sommige dingen die scan je dan in de app. En dan... zijn ze niet, kan je ze niet online bestellen, alleen zijn ze in de winkels exclusief. Dus dan ja, neem je ze uiteindelijk wel mee. Maar ik had echt een hele leuke broek en een leuke rok gepast. En die heb ik dan nu ook in mijn ding staan. En dat broekje wat Laura heeft gekocht, die heb ik ook. Maar deze broek, die wil ik zo graag. Deze broek is zo vet. Dat is een low-waist broek. En we zijn ook even bij de Mango geweest. Daar heeft mama een leuk vestje gekocht. En die heb ik... Ik had een groene jurk gepast en een leuke rok. En die heb ik dus ook in het pandje gezet. Voor als mijn geld binnenkomt, ga ik die halen. En we hadden gekeken naar samba's. Want daar in de winkel heb je wat leuke samba's. En we willen allemaal, als het geld binnen is, een paar leuke samba's kopen. En ik had hele vette groene gezien. En die heeft aan de onderkant, bij het onderste stukje van je veter, heeft hij dus het logotje van Adidas. Nou, die moet ik hebben. En daar zijn we echt heel lang gebleven. En toen we thuis kwamen hier, hebben we eigenlijk niks gedaan. Ik heb een heel leuk boekje gekocht samen met mama. Een Frans dingetje waar je dan woorden intussen... Heb je bijvoorbeeld een woord met 6 letters en dan moet je daar verschillende woorden in zien te krijgen. Nou, hartstikke leuk. Mama is het helemaal aan het uitspelen volgens mij. Nee. En we hebben niet echt gegeten, want we hebben echt ons vol lopen kanen daar bij die Carrefour. Dat is niet oké. Okay. Echt broodjes, muffin, allemaal vette hap. Dus erg, ja. Dat niet. Ik heb kip. Nee, jij hebt kip gegeten. Ja, we hebben echt vol gevreten. Dus ik ben lekker gaan douchen. We gaan zo lekker onze tent in. Dan ga ik nog even wat lezen. En dan is het weer tijd om te gaan slapen. Oh ja, eigenlijk heeft mama vandaag geshopt. Ja. En normaal gesproken doet het allemaal. Maar nu heeft mama alleen geshopt. Die heeft nog een broek, korte broek. En 2 overtrekdingetjes en een t-shirtje. Nee, ik kan maar zoveel meenemen naar Nederland. Ja, dus daarom heb ik dat ik denk van ja, als ik het op de app kan kopen. Laat ik het dan op de app kopen. Dan kan ik het in Nederland laten leveren. En dan hoef ik niet weer mee terug in de auto en de caravan terug naar huis. Dat ga ik met de schoenen natuurlijk niet doen. Want de sambas die ik heb gezien met dat logootje, die heb je waarschijnlijk niet in Nederland.
Die gaan sowieso nou, wel mee. Ik dan weer heel Amsterdam gaan rondstrijden. Ja, dat ga ik niet doen. Morgen is hier, morgen is 15 augustus en dat betekent dat hier sommige winkels dicht zijn. Dus dan was het ook de planning om thuis te blijven, maar waarschijnlijk gaat het dus ook regenen. Dus we zitten morgen letterlijk waarschijnlijk de hele dag in de freaking tent. En morgen is ook donderdag, betekent dat de laatste weekvlog. Dus bij deze ga ik ook gelijk deze weekvlog afsluiten. En dan hopelijk zie ik je weer bij de volgende.